In deze video wil ik gaan kijken naar mijn beste belegging en dat is natuurlijk Tesla zoals je misschien wel weet. Ik wil gaan kijken welke aankoopmomenten ik heb gehad voor het aandeel, wanneer ik de verkoopmomenten heb gehad, wat ik goed heb gedaan, maar ook wat ik verkeerd heb gedaan, ondanks dat dit mijn beste belegging is. En allemaal om te zien van hoe het eigenlijk de afgelopen paar jaar is verlopen en om te zien of we daar nu nog iets van kunnen leren voor in de toekomst. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Een video dus waarin we gaan kijken naar mijn beste belegging. En de vaste kijkers zullen het weten: dat is mijn belegging geweest in Tesla. Het is een belegging geweest die ook voor een groot gedeelte verantwoordelijk is voor mijn, hoe mijn portfolio er nu uitziet. Hoe het vermogen is toegenomen de afgelopen paar jaar. Um, in deze video wil ik juist specifiek gaan kijken naar Tesla. In de volgende video gaan we naar mijn gehele portfolio kijken. Hoe dat er op dit moment voor staat. Hoe de verdelingen zijn en dat soort dingen. Maar dus in deze video alleen even naar Tesla. En laten we dan beginnen bij de grafiek. De grafiek van de koers van Tesla. Het aandeel. Op dit moment, we zien het nu zo'n 127 euro. Gaan we echter kijken. De groene uh, plusjes zijn het in principe. Dat zijn mijn aankoopmomenten geweest. Uh, het kruisje, nou ja, niet echt een kruisje. Het sterretje meer, het oranje sterretje. Dat is een stoksplit geweest. Die hebben we twee keer meegemaakt. En ik heb tot nu toe drie verkoopmomenten meegemaakt. Um, gaan we kijken, laten we beginnen bij het begin. Uh, Tesla is al lang beursgenoteerd trouwens. Maar mijn eerste aankoop, ik begon eind 2016 met beheerbeleggen. In 2017 ben ik vervolgens begonnen met zelfbeleggen. Bij de Giro heb ik zelf mijn eerste aandelen gekocht. Het eerste aandeel wat ik kocht was uh, niet Tesla. Geloof ik was het was uh, een ETF van Vanguard. Dus uh, dat was mijn eerste aankoop, uiteindelijk in 2017 ergens. Gaan we echt kijken naar mijn eerste aankoop in Tesla. Dan moeten we eigenlijk inzoomen. Maar het ligt hier een beetje rond april of mei van 2018. Dan heb ik een paar aankoopmomenten bij elkaar zitten. Vervolgens duurt het dan weer tot ergens in november. En dan in 2019 zie je ook nog wat aankoopmomenten, vooral in het begin van het jaar. Maart, eigenlijk, en hier nog in mei. Dan lange tijd niks, tot in de coronacrisis. Eigenlijk, we zien hier een daling. Ik zal even inzoomen, is misschien iets fijner. We zien de daling van de koers. Tesla tikte de eerste 60 dollar aan. Ging uiteindelijk weer terug naar de 20, 25 zo te zien. Zijn niet de momenten dat ik precies in het dal heb gekocht. Maar wel weer ergens in die daling heb ik weer gekocht. Uiteindelijk ook wel lange tijd gewacht. Tot uiteindelijk de stoksplit was geweest. Uh, de stoksplit zagen we hier. En zien we uiteindelijk ook hier een beetje dat dat vaak wel... Relatief een top is rond dat soort momenten. Dan zien we na de rand, in ieder geval weer een daling. Ook hier in 2020, dus nog wat aankopen. Toen na mijn laatste aankoop, eind 2020, november 2020, zien we de koers hard oplopen. Uiteindelijk een piek bereiken van bij de huidige stocksplit, hoe het er nu naar uitziet: 414. Maar daar heb ik niet verkocht. Ik heb wel eerst naar eind 2021 nog een keer verkocht. Dus eigenlijk een jaar na mijn laatste aankoop, toen. Toen uh, begin 2022. Twee aankopen of twee verkopen kort op elkaar gedaan. Juist toen eigenlijk de koers omhoog schoot en ik hier al een beetje had berekend. Vond ik voor mezelf in ieder geval dat dat eigenlijk te hard gegroeid was. Dat er te veel hype in het aandeel zat. Dat dat niet meer ja, de koers niet meer past bij hoe het bedrijf er op dat moment uitzag. Uiteindelijk trouwens ook eind vorig jaar, 27 december geloof ik 2022, dat ik nou juist weer een aankoop heb gedaan. Um, de precieze aankoop is hier natuurlijk wel lastig te zien. Dit geeft meer eigenlijk een overzicht van wanneer ik ben begonnen met het aandeel Tesla, eigenlijk begin 2018, wanneer ik het heb verkocht, en je kunt een beetje eruit afleiden natuurlijk waar mijn aankopen waren, maar natuurlijk niet de gemiddelde aankoopkoers, want misschien kocht ik hier één aandeel en hier tien, dus dat geeft een vertekend beeld. En daarom wil ik dan juist ook even gaan kijken naar een spreadsheet voor een beter overzicht. Dat overzicht heb ik gemaakt in Numbers. Ik heb een ja, het is best wel intimiderend, misschien, als je het zo als eerste ziet. Dus ik heb het eigenlijk opgedeeld in 10 stukjes die ik één voor één wil behandelen, zodat ook jij uiteindelijk begrijpt wat we hier allemaal zien. Laten we beginnen met het eerste stukje, 2018. Dus, uh, jaar 2018, de aankopen die we straks zagen. Mijn eerste aankoop in het aandeel, dus 4 mei 2018, kocht ik twee stuks bij een koers van uh, op dat moment bijna 300 dollar. Totaal, dus zoveel dollars geïnvesteerd op dat moment. De koers in euro, zoveel, oftewel de koers Per aandeel 247 euro op dat moment. Um, eigenlijk een paar weken later kocht ik nog één aandeel. Een week later nog één aandeel. In juni kocht ik er vijf. En uiteindelijk in november nog één. Oftewel in het eerste jaar, in 2018 dus, kocht ik tien aandelen. Heeft me in totaal 3238 euro uh, dollar gekost. Oftewel de gemiddelde aankoopprijs op dat moment was 322 dollar van mij. Gaan we door naar het volgende jaar, 2019. Begin ik in maart met een aankoop van vijf stuks. In mei, eigenlijk vooral in mei, dus nogal tien stuks over uh, vier aankopen verdeeld. Um, wat we dan eigenlijk zien, ik zal even de hoogtepunten eruit lichten. Je kunt de rest natuurlijk zelf zien. In 2019 koop ik uiteindelijk dus vijftien aandelen. Betaal ik 3500 dollar uh, voor. Oftewel op dat moment 236 euro, dollar gemiddeld in dat jaar. Gaan we dan kijken naar het totaal? Het totaal dus van 2018 en 2019. 25 aandelen, bijna 6800 dollar voor betaald. Of op dat moment 271 dollar gemiddeld per aandeel. Gaan we dan verder naar het volgende jaar. 2020, zoals we straks zagen, kocht ik op dat moment. Voor de stoksplit in ieder geval tijdens die daling die we toen zagen bij corona. We zien inmiddels dan wel dat de koers al flink is opgelopen. Een keer of drie of vier is gegaan ten opzichte van de laatste aankoop. Maar ja, we waren inmiddels ook bijna een jaar verder. We zien dat ik vijf aandelen koop. Um, uiteindelijk dit betaal. Maar dan komt dus op 31 augustus 2020 die eerste stoksplit. Oftewel, op dat moment heb ik 30 aandelen. Maar een 5 tot 1 stoksplit betekent dat het aantal aandelen keer 5 gaat en de koers gedeeld door 5. Daardoor komen we bij de volgende um, uh, screenshot, eigenlijk het volgende gedeelte. Hier zien we eigenlijk hoe het er na die split uitziet. Dus we hebben alle aankopen die we eerder hadden gedaan. Dan zien we dat het aantal bijvoorbeeld van 2 toeneemt naar 5, want we hadden een stoksplit van 5. Maar we zien ook dat de koers uiteindelijk gedeeld wordt door 5, naar zeg maar 59 dollar. Het totaalbedrag in euro's of in dollar's blijft natuurlijk hetzelfde, want dat verandert niet bij een stoksplit. Dan hebben we hier in het einde hoe het er op dat moment uitzag. Ik ging dus van 30 aandelen naar 150 aandelen. De gemiddelde koers die ik heb betaald is 63 dollar op dat moment. Ik had tot dat moment bijna 9500 dollar geïnvesteerd, oftewel 8300 euro. Gaan we dan weer verder. De rest van 2020 na die splitsing doe ik ook nog aankopen. Vooral in september en eentje in november. We zien hier de aankopen die ik doe. Uiteindelijk koop ik in dat jaar 25 aandelen. Dat zijn er eigenlijk 5 voor de split Oftewel. 25 na de stoksplit, of bij die stoksplit. En dan nog 20 na die stoksplit. Uiteindelijk komt daarmee mijn investering voor dat jaar iets boven de 10.000 dollar. Oftewel 9.000 euro op dat moment met de koersen die we hadden. En uiteindelijk sluiten we het jaar dan af met 170 aandelen. Waarvoor ik gemiddeld 117 dollar heb betaald. Oftewel in euro's of in dollar's. Dan gaan we een beetje richting de 20.000 dollar of euro dus. Gaan we dan weer verder kijken. 2021. Dan doe ik nog een aankoop. Begin van het jaar uh, bij een koers van 650 dollar koop ik er 5. En daarna aan het einde van het jaar, we zagen het straks al, doe ik twee verkopen. Ten eerste op 25 oktober verkoop ik 25 aandelen bij een koers van dat moment 1040 dollar. En een goede twee weken later verkoop ik nog een keer 50 aandelen bij een koers van, laten we zeggen, 999 euro of 999 99 dollar. En dan zie je dus dat ik daar eigenlijk behoorlijk wat winst neem. En uiteindelijk dat jaar ook negatief uitkom. Want eigenlijk wat ik heb geïnvesteerd. Die 19.000 of 20.000 dollar. En die 3.000 dollar van dat jaar. Zeg maar 23.000 dollar. Haal ik er uiteindelijk veel meer uit. Dit is iets van 75.000 dollar. En daardoor zie je dus dat ik eigenlijk op dat moment. Een, groot, ja, een grote plus heb. Hier zien we het als een min. Maar dat komt omdat ik eigenlijk. Meer geld uit heb gehaald op dat moment. Gaan we dan verder naar afgelopen jaar, 2022? Dan doe ik eigenlijk twee uh, verkopen voordat er weer opnieuw een stoksplit komt. Ik verkoop nog een keer 25 aandelen. In dit geval bij 900 dollar, laten we zeggen. Volgens mij was dat niet per se de bedoeling. Maakte hij toen een foutje? Ik wilde hem inplannen voor dat bedrag, maar hij werd uiteindelijk toen al aangetikt dat het geloof ik was. Um, kijken we uiteindelijk verder ook. Een paar dagen later verkoop ik nog een keer 25 aandelen bij 1000 dollar, 1015 dollar. En dus neem ik behoorlijk wat winst wederom dus. Zoals ik zei, ik vond toen dat de koers eigenlijk te hard en te snel, vooral ook hard steeg. Uiteindelijk weer 50 aandelen verkocht. En we, hebben er, we begonnen met 100 aandelen, gingen er 50 af. Oftewel op het moment dat die nieuwe stoksplitter aankwam, had ik 50 aandelen in bezit. Hoe ziet het dan na die stocksplit uit? Dan komt dit gedeelte erbij. Dan zijn eigenlijk dit de veranderingen sinds die laatste stocksplit. Het was een stocksplit in dit geval van 3 tot 1, oftewel van 50 aandelen naar 150 aandelen, maar de koers gaat dan natuurlijk door 3 gedeeld worden. Oftewel bijvoorbeeld deze aankoop, die werd uiteindelijk keer 3, er werd er dan 9. Deze verkoop van 25 was eigenlijk dus bij de huidige situatie 75 stuks dat ik verkocht kwam ik uiteindelijk dus na die laatste stoksplit weer op 150 aandelen. een gemiddelde aankoopkosten had ik niet echt meer, dat ik het altijd vergeleek met hoeveel geld ik erin had gestoken, terwijl ik er juist op dat moment 71.000 euro aan had verdiend, al veel meer had uitgehaald dan erin had gestoken. Uiteindelijk vorig jaar sloten we dus af met een aankoop nog, die heb je straks ook gezien in de grafiek. Op 27 december had ik berekend dat... Um, ...ongeveer om deze koers... ...dat het wel interessant was. Volgens mij had ik iets van 110 dollar gezegd. Uiteindelijk kocht ik hem rond 108,8 dollar. Kocht ik 10 stuks. En dan zie je dus uiteindelijk... ...met de 150 die ik eigenlijk had na de stoksplit... ...met de 10 die ik erbij kocht... ...dat ik op dit moment dus 160 aandelen heb. En kijken we dan verder naar mijn positie... ...op dit moment. Dan maak ik gebruik van de uh, portfolio dividendtrekker ...van Pim Verlaan van Laan van Jong Beleggen. Heb ik even twee screenshots genomen van dit moment... ...van Tesla dus specifiek... Dan zien we dat het aandeel Tesla, ik nu dus 160 aandelen heb. Mijn gemiddelde aankoopkoers komt op 43,44 dollar. 44. En dit zijn eigenlijk de kosten van de aandelen die ik in bezit heb. maar die ik nog niet eerder heb verkocht, natuurlijk. Ik sta natuurlijk al wel ver in, ver in de winst. En dat zien we hier eigenlijk ook onderaan. Op dit moment heb ik zo'n 109.000 euro verdiend op het aandeel Tesla. Um, ik heb nog 6.000 euro geïnvesteerd. Dus in principe, ik heb niet alles verkocht. Um, ...er zit nog wat geld in, aandelen die ik gekocht heb, maar nog niet heb verkocht. Het is net een beetje hoe je er naar kijkt. Je kunt ook zeggen, ik heb er uiteindelijk iets van 17.000 of 18.000 euro ingestoken. En zoals je hier ziet, heb, we al meer dan, uh, heb ik al 96.000 euro uitgehaald. Dus dat heb ik al verdiend. Wat er nu nog in zit, sta ik ook in de plus. Dus dit is een beetje het beeld hoe het nu is. Ik heb uiteindelijk, volgens de Portfolio Dividend Tracker dus... ...285 aandelen gekocht vanwege die stoksplitsingen... Uh, heb ik 75 euro gemiddeld voor betaald. Ik heb er 125 verkocht voor 990 euro. Dus daar komt een groot gedeelte van die winst vandaan. Maar laat dan ook even gaan kijken, laatste deel van deze video, naar nou, wat ik goed heb gedaan en wat ik niet goed heb gedaan. Want um, je zou zeggen bij zo'n rendement heb je eigenlijk alles goed gedaan, maar dat is ook zeker niet het geval. Er zijn altijd eigenlijk nog wel veel betere punten. Tenminste, ik denk dat ik het achteraf gezien toch nog iets beter had gedaan. Laten we beginnen met de goede punten. Dat is denk ik ten eerste dat ik geleidelijk ben gaan inkopen. Volgens mij begonnen dus met twee aandelen. Toen met één, toen met vijf. Een tijdje gewacht. Weer telkens kleine aantallen gekocht. Niet de grootste bedragen. En eigenlijk pas in 2020, toen ging ook mijn kanaal meer geld opleveren. YouTube beleggen werd heel populair. Dus eigenlijk de inkomsten die ik toen had, heb ik ook voor een groot gedeelte geïnvesteerd in Tesla. Maar dat heeft er ook vooral mee te maken dat. Ik kocht het in en daarna, daarna ging ik eigenlijk het nieuws volgen. Ik hield het aandeel heel goed bij, houd het nog steeds eigenlijk dagelijks bij. En naarmate ik ook meer vertrouwen kreeg in het aandeel, heb ik mijn positie uitgebreid. Dus ik ben niet begonnen met één groot bedrag in één keer in het aandeel en dan wachten of geluk hebben. Nee, ik ben eigenlijk geleidelijk aan stapjes gaan nemen en mijn positie daarin uit gaan breiden. Naarmate ik meer kennis kreeg over het bedrijf, over het aandeel en ook vooral meer vertrouwen kreeg. Wat denk ik ook een heel goed punt is geweest, dat ik eigenlijk... Ondanks dat het nu vier of vijf jaar geleden is bijna dat ik de eerste aandeel kocht, ik toch relatief voor de lange termijn ben gegaan, want je zou natuurlijk kunnen zeggen, het eerste aandeel kocht ik toen, ja, achteraf gezien nu zeg maar voor 20 dollar bij de huidige stand van zaken, dan had ik het misschien hier al kunnen verkopen voor 60 dollar, had ik al keer drie kunnen gaan, of hier kunnen verkopen bij 100 dollar, of misschien hier wel in plaats van bijkopen juist verkopen 140 dollar had ik 7 keer mijn inleg terug gehad. Uiteindelijk heb ik dus daar verkocht. En dus zie je eigenlijk dat dit bijna keer 17 is gegaan. Als je het zelfs trouwens gaat vergelijken met de beste aankoop, dat was deze. Ongeveer 11 dollar naar, en dat was eigenlijk achteraf gezien op dat moment, niet rekening gehouden met die stok split, lag dat volgens mij rond de 34 dollar of zo. Um, en uiteindelijk verkocht voor 1040. Dus dat, dat specifieke aandeel of die specifieke aandelen de beste koop. En ook tegelijkertijd meteen de beste verkoop op dat moment. Daar ging mijn inleg keer 27,5. Dus dat was heel erg mooi. En uiteindelijk dus het eerste aandeel na nou de eerste uh, verkoop van dat aandeel was keer 17,6. Ook nog altijd heel goed. Maar ondanks dat er dus best wel pieken in zaten en ook soms dalingen, dat ik toch... Voor de lange termijn ben ik blijven kijken en echt pas hier had berekend voor mezelf. Dat het daar het punt was dat het, ja, de koers niet langer meer overeenkwam bij wat ik geloofde van het aandeel. Tegelijkertijd is dat ook een moment geweest, eigenlijk al een goed moment om winst te durven nemen. Um, het klinkt misschien raar, maar dat is eigenlijk best wel moeilijk. Kopen is ooit heel makkelijk, maar verkopen is ooit heel moeilijk. Zeker op een moment als we in gaan zoomen en je ziet hoe snel de koers stijgt van 250 Eind september naar boven de 400 begin november. Dus eigenlijk in een heel korte periode komt er heel veel, heel veel hype in het aandeel. Heel veel vertrouwen, misschien ook wel in het aandeel. En als dan een koers zo hard stijgt, dan is het juist heel erg moeilijk om dan toch je winst te nemen. Want je denkt: als ik het hier verkoop, dan mis ik dus eigenlijk dit stukje. Ik heb niet op de top verkocht, dat zie ik ook. Uh, maar achteraf zien is dat niet heel erg. Maar wel een moeilijk moment voor mezelf. Vind ik nu nog steeds ooit bij aandelen. Het is ooit makkelijker om ergens verlies te nemen. Omdat je dan weet het gaat slecht met het aandeel. Ik heb er geen vertrouwen meer in. Ik ben bereid mijn verlies te nemen. Terwijl als je winst gaat nemen, loop je potentieel dus ook ja, koersstijging mis. Achteraf gezien niet zo heel slecht. Maar begrijp wel op dat moment en je ziet vervolgens de koers nog een keer bijna 20% stijgen, ga je ondanks die grote winst die je hebt gemaakt, toch wel een beetje twijfelen. En zoals ik straks al zei, wat er natuurlijk wel mee te maken heeft, dat heeft te maken met de aankoopmomenten, maar ook met de verkoopmomenten, dat ik eigenlijk het aandeel toen bijna dagelijks bijhield, en eigenlijk nog steeds, dat ik het regelmatig bijna dagelijks informatie, nieuws daarover bijhoud. Ik denk bijvoorbeeld op YouTube, volg ik Tesla Daily, het kanaal van Rob Mauer, juist omdat die... Eigenlijk alle informatie geeft. Heel eerlijk de informatie geeft. En niet zo gehyped is rondom Tesla. Hij geeft ook informatie over concurrenten. Dus je houdt niet alleen Tesla op die manier in te gaten. Maar ook eigenlijk concurrenten zoals Ford, GM, NIO. Andere Chinese merken. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het YouTube kanaal. Now You Know. Zijn wat vaak langere afleveringen. Met heel veel informatie. Onder andere over Tesla. Maar ook dus over concurrenten. En ik vind het in ieder geval een heel fijne manier. Om die op die manier eigenlijk. Heel makkelijk ook wel um, heel goede, um, onafhankelijke informatie te krijgen. En dat betekent ook weer dat ik bijvoorbeeld nu een aankoop durf te doen. Samen in combinatie natuurlijk met een berekening die ik heb gemaakt. Maar het is wel dus een aandeel wat heel veel geld heeft opgeleverd. Maar waar ik ook heel veel tijd in heb geïnvesteerd. Kijken we dan naar dingen die ik niet goed heb gedaan. Die zijn er natuurlijk ook, zoals ik zei, ondanks het enorme rendement. Zijn er toch dingen die ik achteraf gezien beter had gedaan. Een van de dingen... Um, dus bijvoorbeeld dat eerste aankopen zie je misschien ook wel als we gaan kijken naar de earnings van die momenten. Uh, hier was het nog negatief. Hier vielen ze tegen, waren ze ook negatief. Hier gingen we wel positief, maar volgens mij zijn er ook momenten dat het naderhand weer negatief ging. Dus helemaal op basis van de fundamentals, van de echte cijfers van het bedrijf, kon je niet echt een goede investering maken omdat ze geen winst maakten. Je moet toen echt vertrouwen dat het zou lukken in de toekomst. Is dat misschien een beetje geluk geweest? misschien wel. Eigenlijk heeft heel veel uh, meegezeten bij Tesla, ook heel veel tegengezeten trouwens. Maar uiteindelijk is het ze wel gelukt en het lukt niet heel veel autobouwers. We zien het ook op dit moment nog. Heel veel autobouwers hebben wel een prototype van een EV, kunnen wel een kleine productie draaien, maar om dan er op te schalen, dat zie je ook bij Rivian waar heel veel geld achter zit, blijkt toch heel lastig te zijn. Nou, Tesla heeft dat wel overkomen heeft dat wel overwonnen, zo kan ik het beter zeggen. Dus het is wel een beetje een toekomstvisie die niet altijd gebaseerd was op de echte fundamentals, op de echte cijfers. Want die kwamen volgens mij pas um, hier 2019, 19, 19. Uiteindelijk volgens mij in 2020 hadden we toen vier kwartalen achter elkaar waarin de winst werd gerapporteerd, waarin er winst werd gemaakt. En dan zie je ook wel dat we eigenlijk vanaf de eerste keer winst toen we rond de 17 dollar zaten naar uiteindelijk het eerste jaar dat er winst werd geboekt. Dat was hier dat, dan in één keer de koers al 104 is, oftewel keer 5 is gegaan. En vanaf dat moment stijgt het echt veel harder. Dat was het moment hier waar Tesla echt winstgevend werd op jaarbasis. En dus heel veel mensen, misschien ook wel juist vertrouwen erin kregen. Waar kunnen onderbouwen waarom je het zou willen kopen. Wat ik dan niet goed heb gedaan, ik zei het straks ook al even. Ik heb natuurlijk wel winst genomen, maar achteraf gezien niet op de top. Nou is dat misschien wel te doen of redelijk in de buurt te komen als je het ook. Helemaal op de grafiek telkens bij gaat houden. Dat is niet wat ik heb gedaan. Ik heb juist via mijn website beleggertools.com zelf een berekening gemaakt. Wat ik verwacht van het aandeel van Tesla voor de toekomst. Wat ik dan nu bereid zou, zou zijn om te betalen. En het verschil tussen wat ik bereid zou zijn om nu te betalen. Om in te stappen. En de koers die het op dat moment was. Was voor mij te groot. Ik ging te snel, te hard omhoog. Um, er was echt sprake van hype. En dat was voor mij een reden. Om daar mijn winst te nemen. Je ziet het. Het is niet helemaal op de top geweest. Gemiddeld zal het hier ergens rond de 320 dollar bij de huidige koers zitten. Zal het ook boven de 400 had kunnen zitten. Dus dat is een verbeterpuntje. Het is alleen de vraag. Hier zie je dat ik bijna op de bodem heb gekocht. Hoe realistisch is het dat je ook echt bijna op de top verkoopt. Ik denk dat dat heel moeilijk of bijna gewoon onmogelijk is. En dan uiteindelijk het laatste punt. Wat ik voor mezelf kan bedenken, wat ik beter had kunnen doen is hier alles te verkopen. Ik heb niet al mijn aandelen verkocht. Volgens mij hield ik er toen 50 over, ja, want het is weer gesplitst naar 150. Um, en dat heeft er gewoon puur mee te maken dat ik toch, ondanks dat ik het heel goed weet, het heeft toch altijd een bepaalde emotie die blijft spelen. Het is een aandeel waar enorm veel rendementen zitten, waar ik ook nog steeds trouwens in geloof voor de toekomst. Achteraf gezien, heel makkelijk praten, had ik beter alles kunnen verkopen hier en vervolgens hier bijvoorbeeld weer kunnen instappen. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb een groot gedeelte verkocht. Twee derde heb ik verkocht van wat ik toen had, en uiteindelijk een derde overgehouden, omdat ik er nog wel steeds in de lange termijn in geloof. Maar dat is dus wel nog echt emotie. Ik had het beter niet kunnen doen, maar ja, dat is ook gebaseerd op de koersen. Nu was het gestegen. Vanaf dat moment had ik juist heel blij geweest dat ik altijd nog een kleine positie had, omdat ik zoals gezegd nog altijd eigenlijk al aandelen wil houden, omdat ondanks dat er misschien nu weer heel veel tegen zit. Nu ook weer heel veel negatief nieuws is waar ik het niet altijd mee eens ben trouwens. Um, ik er toch in geloof op de toekomst en dat is juist ook een reden dat ik juist nu mijn positie heb uitgebreid bijvoorbeeld. Waarom ik juist die positie weer heb gekocht, weer 10 aandelen heb gekocht laatst, dat heb ik in een andere video op een ander kanaal van Beleggertools uitgelegd. Uh, daar maak ik een analyse van het aandeel, maar ook een waardering van het aandeel. Was voor mij een reden om in ieder geval te kopen op dat moment, dus kijk ook zeker die video als je benieuwd bent uh, waarom en hoe die analyse bijvoorbeeld en hoe die waardering eruit ziet. En dan komen we eigenlijk aan bij de conclusie van deze video. En dat is dat ik redelijk goed, eigenlijk een best goede investering heb gedaan. Um, is natuurlijk, zoals gezegd, ook achteraf weer heel makkelijk te zeggen. Ik heb in het begin wat risico genomen, maar ik denk dat het wel een overwogen risico was. Ik stortte niet in één keer heel veel geld erin. Ik investeerde niet in één keer heel veel geld. Ik kocht telkens in stapjes, kocht ik wat bij. Um, en uiteindelijk ook begin 2020, toen de koers al gestegen was was eigenlijk vanuit mijn inleg nog niet eens de helft zat in dit aandeel. Na de hand kwam natuurlijk die enorme koersstijging. Heb ik uiteindelijk ook winst genomen. Is het geluk geweest? Een klein beetje. In het begin was het ook vooral... Je moest ook wel een beetje uitgaan van dat het geluk zou brengen... want je kon niet op een bedrijf wat niet winstgevend is... is gewoon heel moeilijk om in te schatten of ze ooit winstgevend gaan worden. We zien het nu bij andere autofabrikanten. Dus dat zou je geluk kunnen noemen. Aan de andere kant, er zijn zoveel factoren van toepassing geweest... Om dit rendement te maken van kleine aankopen tot lange termijnvisie, tot winst durven nemen. Dat ik denk niet dat het echt geluk is. Maar dat het juist op basis van gevoel, berekeningen, dagelijks dingen bijhouden. Dat het uiteindelijk zo is geweest dat ik dit dus heb kunnen realiseren. Maar dit was dus mijn beste belegging ooit, tot nu toe in ieder geval. Laten we hopen dat beleggingen die ik nu heb er in de toekomst nog beter gaan uitzien. Een portfolio, hoe dat er op dit moment uitziet, dat wil ik in een volgende video gaan behandelen. Maar laat ook vooral weten wat jouw beste belegging of misschien juist wel slechtste belegging is. Ook dat kan natuurlijk gebeuren als je pas kort bezig bent, bijvoorbeeld. En laat dat weten in de reactie onder deze video. Ik ben er erg benieuwd naar, maar misschien ook wel juist andere kijkers die er benieuwd naar zijn. Zeg niet alleen wat je beste belegging is, maar misschien ook waarom je dat je beste belegging is. Wat je Hebt gedaan om het juist te kopen of eventueel al juist je winst te nemen. Ik denk dat we juist van die uitleg, van die redenering heel veel kunnen leren met z'n allen. Wil ik jou daarmee bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je de volgende video bijvoorbeeld ook niet missen? Rondom mijn portfolio. Vergeet dan ook niet om te abonneren onder deze video. Nogmaals bedankt voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.